We zijn knettergoed bezig met z'n allen. In de Global Innovation Index halen we dit jaar de tweede plaats. Op de lijst van bijna 130 landen moeten we alleen Zwitserland voor ons laten. Ja, je verwacht het niet van die Zwitsers, nietwaar? Nee, even serieus, hier gaat het om. Het thema van de Innovation Index van dit jaar is energie. Want, zo stellen de onderzoekers, in de hedendaagse wereld, die wordt gedreven door technologie en communicatie, is een goede, betrouwbare, duurzame energievoorziening van het grootste belang. Sterker nog, volgens de onderzoekers kun je helemaal niet groeien als je die belangrijke waarde niet hebt. Terug naar de Nederlandse score. Kijk, iedere economie wordt vergeleken op 80 punten. En die zijn heel verschillend. Van het gemiddelde ICT-gebruik tot. Hoe makkelijk het is om door te starten na een faillissement. of hoe vaak de inwoners van een land Wikipedia bijwerken. Kortom, het is heel breed. En Nederland zit al jaren in de top 10 van die Global Innovation Index. Beetje instabiel, dat wel. Kijk maar, hier in 2014 staan we op de vijfde plaats. om er dan in 2016 echt uit te vallen. Maar nu keren we dus terug op de tweede plek omdat we dol zijn op eerste plaatsen, is het interessant om eens te kijken waar dan de verschillen zitten tussen ons en die Zwitsers die zo stabiel op één staan. Eerst maar eens waar we goed in scoren. Het is hier in Nederland veel eenvoudiger om een bedrijf te starten dan in Zwitserland. En we scoren de laatste jaren heel goed op onderwijs, al verliezen we wel wat punten door de grootte van onze klassen. En dan is de Belastingdienst hier een soort intern lachertje natuurlijk ieder jaar. Ook de digitale overheid scoort heel goed als je het vergelijkt met Zwitserland. Maar goed, die Zwitsers staan dus op één van de wereld als het gaat om innovatie. Dan laten we dan ook eens kijken waar wij als land steken laten vallen. Kijk, zij, die Zwitsers, die geven veel meer uit aan research en development. En dat is natuurlijk, als het over innovatie gaat, wel een essentieel punt. Duurzaamheid dan, ook daar hebben we nog wel wat te winnen. Zeker als het gaat over de energievoorziening. We doen het gewoon niet goed. En hier, dus ook pijnlijk, de Zwitsers publiceren veel meer wetenschappelijke publicaties. Hey. En dan is er is nog een puntje van aandacht. Want waar Zwitserland op het vlak van politieke stabiliteit een vijfde plaats scoort, staan wij op nummer 20. Wat dacht ik toen ik dat zag? Politieke instabiliteit, jazeker. Dat zijn al onze vallende kabinetten van de afgelopen decennia. En dat is de fout van deze heer.